In deze video bekijken we hoe je de debugger kunt gebruiken bij het opsporen van fouten in scripts die functies bevatten. We hebben daartoe de oefening Slofpeut uit reeks 5 uitgewerkt. In een eerste functie vervormwoord wordt een als parameter meegegeven woord als volgt vervormd. De eerste en de laatste letter van het woord blijven hun originele waarde behouden en alle tussenliggende letters vormen een permutatie van de letters van het originele woord. We gaan over naar PyCharm en testen eerst deze functie uit. We hebben al een docstring met meerdere testgevallen toegevoegd en onderaan het script de code toegevoegd om die docstring uit te voeren. In de oplossing van dit probleem gebruiken we de random-functie. Het door onze code bekomen resultaat kan hierdoor mogelijk afwijken van het resultaat weergegeven in de docstring, maar we kunnen bij het opsporen van eventuele fouten de verschillende stappen wel volgen. We positioneren de cursor in de functie vervormwoord en runnen deze doctest. De tests blijven runnen. Vermoedelijk zijn we in een oneindige lus terechtgekomen. We beëindigen deze sessie en sluiten dit venster. Om dit te analyseren maken we gebruik van de debugger. We plaatsen een breakpoint bij de start van de functie en kiezen in het contextmenu voor Debug Doctest Vervormwoord. Het eerste voorbeeld uit de doctest zal nu worden uitgetest. We doorlopen nu stap voor stap de functie Vervormwoord. Bij het debuggen van scripts met functieoproepen heb je verschillende mogelijkheden om de code te doorlopen. Je kan gebruik maken van de knop F8, step over, en dit betekent dat de eerstvolgende regelcode wordt uitgevoerd en als dit een functieoproep is, dan wordt enkel het resultaat van de oproep getoond. De step into, of F7, is de eerstvolgende regelcode een functieoproep, dan wordt naar deze functie gesprongen en kunnen de verschillende instructies van die functies eveneens stapsgewijze doorlopen worden. Interessanter is eigenlijk de volgende knop, Step into my code. Wens je enkel in de functie te springen als het gaat over een zelfgeschreven stuk code, dan kan je daarvoor kiezen. Met de knop Step out spring je terug naar de oproepende code. En de knop Resume of F9 doorloopt het programma tot het volgende project. We klikken hier op de knop Step into my code. En bij elke stap in het debugproces kan je de inhoud van de variabelen in het Variables venster volgen en eveneens in de editor. We merken op dat de string S bij het doorlopen van die while-lus niet wijzigt, dus nooit de lege string wordt. Dit verklaart waarom we in een oneindige lus zitten. We beëindigen het debuggen en bekijken de code in detail. Bij het samenstellen van de nieuwe string S verwijderen we geen enkel karakter. We moeten nochtans in de nieuwe string S de letter op positie pos weglaten. En we mogen dus pas op positie pos plus 1 starten met het tweede deel van de string. We corrigeren de fout en we runnen de functie opnieuw. De methode vervormwoord doorloopt nu effectief de twee voorbeelden uit de docstring en geeft een correct resultaat. Door gebruik te maken van de random is de oplossing niet helemaal identiek aan de voorbeeldoplossing, maar het omwisselen van de middenste letters gebeurt wel. We voegen nu een tweede functie, vervormzin, toe en testen ze uit. Deze functie moet alle woorden van de gegeven zin vervormen via de functie vervormwoord en deze vervormde zin als resultaat teruggeven. Alle karakters die geen letter voorstellen, moeten op hun oorspronkelijke plaats blijven staan in de vervormde zin. We runnen nu de doctest vervormzin en krijgen een foutmelding. String index out of range. In
de drie gevallen. Om ook hier de fout te detecteren, zullen we ook deze functie debuggen. We plaatsen een tweede breakpoint bij de functie vervorm zin en een volgend breakpoint op de regel waar de functie vervorm woord wordt opgeroepen. We positioneren de cursor nu in deze functie en selecteren opnieuw debug doctest vervorm zin in het contextmenu. We doorlopen het proces nu met F9. Hiermee springt de uitvoering telkens naar een volgend breakpoint. We merken een fout bij woorden van lengte 1. Het woord wordt verdubbeld teruggegeven. Om na te gaan wat fout gaat, herstarten we de debugger en springen met F9 tot het woord I. Via Step into my code springen we in de code van de methode vervormwoord. De variabele s wordt gevormd door van het gegeven woord I het eerste en laatste karakter weg te laten. Hierdoor ontstaat een string index out of range error. Bovendien is de variabele s leeg en wordt de while loop dus niet doorlopen. Het resultaat wordt teruggegeven aan woord 0, het eerste karakter van het woord. Dus de i wordt p toegevoegd, die leeg is. En aan dit resultaat wordt het laatste karakter van het woord, eveneens de letter i, toegevoegd. Wat wordt teruggegeven is een dubbele i. Door een druk op step out keren we terug naar de oproepende functie. In de oproepende functie voegen we nu het resultaat van vervormwoord toe aan de string vervormd en de dubbele i wordt toegevoegd aan de vervormde zin. De functie vervormwoord geeft dus een foutief resultaat terug bij woorden van lengte 1. Ook bij woorden van lengte 2 of 3 gebeurt geen permutatie van de letters en kunnen we het originele woord teruggeven. We voegen deze voorwaarde toe aan de functie vervormwoord. Zo omzeilen we de fout bij woorden van lengte 1 en vermijden we ook dat bij woorden van lengte 2 en 3 onnodige code wordt doorlopen. We hebben in deze video de volgende debug-knoppen gebruikt om fouten in de code op te sporen. Resume, of de sneltoets F9, om te springen naar een volgend breakpoint. Step over laat je toe naar een volgende instructie te springen en is de volgende instructie een functie of methode, dan wordt die enkel uitgevoerd, maar de uitvoering is niet merkbaar in de debugger. Step into of step into my code springt naar de eerstvolgende instructie. En als dit een functie of methode is, dan kom je binnen in de geassocieerde methode. Step out of shift F8 springt naar de eerstvolgende lijn die zal uitgevoerd worden na terugkeer uit de huidige methode. Door het gebruik van deze functietoetsen kunnen we stap voor stap doorheen de code lopen en de inhoud van de variabelen opvolgen en fouten detecteren. Dit is het einde van deze video waarin we, door gebruik te maken van docstrings en van de doctest module, code grondig kunnen debuggen.